Olá, meus amigos. Dag beste vrienden, Deus abençoe a vocês. Dat God jullie alle zegenen, Deus venha atender dat God as suas necessidades kan voorzien básicas in uw basisbehoeften en dat boven alles enxergar Hij u kan doen inzien entender wat zijn wil is voor uw leven en dat u zijn wil voor uw leven kunt begrijpen. Want volgens mijn oogpunt is er niets wonderbaarlijker, glorieuzer voor mij dan de wil van God te doen. Wanneer ik de wil van God doe, dan ben ik in het geloof. En wanneer ik in het geloof ben, dan doe ik de wil van God. En in deze staat voel ik mij gelukkig, gerealiseerd, versterkt. Voel ik mij onwankelbaar. Waarom? Want ik heb de zekerheid dat hetgeen dat ik aan het doen ben, de wil van mijn Vader is. En Hij zal zich natuurlijk verblijden om het feit dat wij zijn wil doen. En uiteindelijk is Hij en alleen Hij de Heer. En wij allen die Hem dienen, zijn dienaren. Niets meer dan dat. Alleen dienaren. En door de genade van God zijn wij dienaren. Goed. Wat ik graag zou willen delen met u deze week. Ik geloof dat het volgens de wil van God dit is en dat zijn wil zou geschieden. Gaat over de type mensen, de type christenen. Want ik weet dat vele mensen die naar ons luisteren, christenen zijn waarvan er velen zijn die ontkerkelijkt zijn. Mensen die in de Heer Jezus geloven, maar niet naar de kerk gaan. En anderen zijn christenen die zich ver van God bevinden. En anderen zijn koud in het geloof. En anderen zijn lauw. En er zijn ook nog diegenen die het werk van God doen. Diegenen die toegewijd zijn aan het werk van God. Diegenen die trouw zijn aan hun werk, in hun toewijding aan de prediking van het evangelie. En ik zou graag willen dat u aandacht schenkt aan het type of aan het beeld van degene die deel uitmaken van het werk van God. En het speciaal aan diegenen die strijden voor de zielen. En als u een van deze bent, zult u dat zien. Want de kerk, aan de engel van de kerk in Efeze, de eerste kerk van de openbaring, waar de Heer Jezus zijn boodschap naar stuurt, zegt zo. De Heer Jezus sprak met deze kerk, met deze type mensen die het werk van God doen. Die het werk van God doen. Hij zegt zo. Ik ken uw werken. Openbaring hoofdstuk 2 vanaf vers 2. Ik ken uw werken. Uw inspanning. En uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Dat houdt in dat jullie het niet accepteren dat de slechte zich zullen mengen met jullie. En dat u hen op de proef hebt gesteld van die zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn.
En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. U ziet dat de Heer Jezus, hij stuurt een boodschap naar de kerk in Efeze. Hij stuurt een boodschap naar dit type persoon die het werk van God verricht. Zij het een pastor, een bisschop, een helper, een helpster. Zij het simpelweg een soldaat van de Heer Jezus. Het maakt niet uit waar u hem dient. Maar hij zegt hier. Hij refereert zich hier tot degenen, aan degenen die het werk van God verrichten. Daarom dat de kerk in Efeze het beeld is van degenen die het werk van God verrichten. Degenen die het werk van God verrichten. Dus hij prijst het werk, de toewijding van deze kerk. Hij prijst het werk van diegene, hier wordt gesproken over degene die zich inzetten om het werk van God te verrichten. En wat aandacht trekt in deze brief, die gericht is aan de kerk in Efeze, aan de engel in de gemeente van Efeze, dat zelfs al dat er werken zijn, geduld en volharding, zelfs al dat u een persoon bent die toegewijd is aan het werk van God, zegt de Heer Jezus in vers 4, dat ook het onderwerp is van deze boodschap. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En ik begon hierover te denken. Is het dat God met mij aan het praten is? Met mij bijvoorbeeld. Is het dat God zich nu richt tot mij of tot u? Die toegewijd is geweest aan het werk van God. U bent volhardend geweest. Maar hier wijst hij of drukt hij op de wond van velen die het werk van God verrichten, die genezen, bevrijden, die de mensen begeleiden tot de behoudenis. Mensen die volhardend aan het werken zijn, zonder moe te worden. Dus hij zegt zo, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En ik begon te denken, te overpeinzen. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U weet dat de persoon soms zo toegewijd is aan het werk van God. In dit doen, in dat doen. De persoon wijdt zich volledig toe. Maar de persoon vergeet van de relatie, van zijn of haar relatie met de Heer Jezus. En hier is het grote gevaar. Hier is het grote gevaar. Want
Het is een feit dat velen die met ons waren in het werk van God, velen die vroeger zo waren, toegewijd, trouw, ze waren toegewijd, ze waren toegewijd aan de discipline, aan de begeleiding, ze waren volhardend. En ze werkten voor de naam van de Heer Jezus en ze werden niet moe. Maar ze leefden zo gedurende een bepaalde tijd, gedurende jaren, ik weet niet gedurende hoe lang, maar ze leefden zo gedurende een lange tijd, trouw en volhardend. Maar van de een op het andere moment werden deze mensen die vroeger trouw waren en werkten zonder moe te worden voor het werk van God, op een bepaalde manier werden ze koud. Ze werden koud. Koud. Tot het punt dat ze zich lieten besmetten door deze fout die de Heer Jezus hier benadrukt. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Want vanuit mijn oogpunt zie ik hier, begrijp ik uit dit woord dat de kerk in Efeze, dat de mensen zich bezorgd zijn met geven. De kerk in Efeze was de voornaamste kerk, want uit deze kerk kwamen de andere zes kerken voort. Dus het was een sterke kerk, een gezonde kerk. Dit koppel samen met Paulus, zij waren daar aanwezig, zij zijn dit werk begonnen. Vele mensen begonnen het werk van de universele kerk met ons. Maar met de tijd, en het was niet van de een op de andere dag. Ik zie dat ze met de tijd koud werden in het geloof. Ze verlieten de eerste liefde. Vele mensen verrichten het werk van God. Vele mensen geven zich over qua lichaam, ziel en geest aan het werk van God, maar ze faalden in hun relatie met God, in hun intimiteit met God. En deze mensen beginnen dan koud te worden in het geloof. Ik herinner mij dat de Heer Jezus zei, wat baat het de mens de hele wereld te winnen en zijn eigen ziel te verliezen. En ik bewaar dit woord van de Heer Jezus altijd bij mij. Want het is dit woord dat mij houdt aan de voet van de Heer Jezus. Het is dit woord dat mij begeleidt naar de behoudenis. Want wat baat het mij de hele wereld te winnen? Want het is niet alleen geld verdienen of naamsbekendheid verdienen. Nee, hier praat ook over andere zielen te redden. Maar wat baat het als ik mijn eigen ziel zou verliezen? Het zal mij niets baten. Dus wat trekt aandacht hier? Wat mijn aandacht hier trekt, is dat vele mensen heel erg bezorgd zijn met
het werk van God doen. E quanto mais hoe meer ze het werk van God verrichten, hoe meer ze doen in het werk van God, vergeten velen helaas dat zij zelf het werk van God moeten zijn. Dus het baat u niets, het baat mij niets, het werk van God te verrichten, als ik zelf niet het werk van God ben. Op de eerste plaats dien ik het te zijn, zodat ik het kan verrichten. En dit is onze visie wanneer wij helpers oprichten en wanneer wij hun begeleiden in hoe het werk van God te verrichten. Dat ze op de eerste plaats van God zijn. Dat ze op de eerste plaats vol van de Heilige Geest zijn, gedoopt zijn met de Heilige Geest. Want als zij niet gedoopt zijn met de Heilige Geest, als zij niet verzegeld zijn met de Heilige Geest, dan zullen zij vroeg of laat opgeven, zullen ze koud worden en zullen zij de eerste liefde verlaten. Dit is de waarheid. Ze zullen dan de eerste liefde verlaten. Wanneer we praten over de eerste liefde, dan weten wij wat dat is. Bijvoorbeeld, ik heb ook mijn eerste liefde gehad. De eerste liefde van mijn leven. Was jong, vol van dromen. En ik leerde mijn eerste liefde kennen. En we vergeten het niet. Wij kunnen 200, 300, 500, 1000 jaar leven. Wij zullen de eerste liefde niet vergeten. Het blijft gemarkeerd. Het was het begin van onze jeugd. Dus de eerste liefde vergeten. Het is niet dat wij de eerste liefde vergeten. Maar er is wel iets dat niet aan de kant gezet kan worden. En dat is dat buiten het feit dat wij de eerste liefde niet vergeten, hebben we de eerste liefde verwijderd uit ons binnenste. Ik vergeet mijn eerste vriendinnetje niet. Ik vergeet het niet. U vergeet het niet. Ik vergeet de eerste ontmoeting niet. U vergeet uw eerste liefde niet. Maar u heeft absoluut niets meer met die persoon vandaag. Want vandaag bent u getrouwd. U heeft een familie gesticht. U heeft een andere liefde leren kennen. En u leeft in een andere realiteit. Met een andere liefde. Die liefde, de eerste liefde, werd achtergelaten. Het werd achtergelaten. Was het makkelijk? Nee, het was niet makkelijk. In onze jongere jaren, in onze jeugd, weten wij dat het niet makkelijk is om onze eerste liefde achter te laten. Maar met de tijd zal die liefde uitdoven en ophouden te bestaan. Er is geen andere optie. Maar we vergeten het niet. Dingen van onze jeugd. Hè? Wij houden of hielden. U vergeet het niet. Maar u laat het achter. Uw eerste liefde. En u omhelst een andere. En de Heer Jezus, hij praat precies hierover. In de eerste liefde met de Heer Jezus. Wat is de eerste liefde met de Heer Jezus? De eerste liefde hier is die passie die de persoon bemerkt in zijn binnenste. Die de persoon in zijn binnenste heeft voor de zielen. Wanneer u de Heer Jezus leert kennen, hij die de ware liefde is en de eeuwige. Wanneer u een ontmoeting met hem heeft, een ervaring met hem heeft, dan blijft dit gemarkeerd in leven. U vergeet het niet. En u zult het ook
niet toelaten dat u dit zult vergeten. Logisch dat u dit niet zal toelaten. Omdat u waarlijk een ontmoeting met hem heeft gehad. Daarom dat u het niet vergeet en het niet achterlaat. Maar hier, zegt de Heer Jezus, u hebt uw eerste liefde verlaten. Dus ik begrijp hieruit dat de eerste liefde verlaten hier in deze tekst niet alleen het simpelweg verlaten is, het loslaten is van de eerste liefde, wat ik hieruit begrijp, is dat de eerste liefde verlaten hier heel veel te maken heeft met wat de mensen denken over de ware liefde. Ze kennen de ware liefde niet. En ze denken vaak dat de ware liefde, dat de eeuwige liefde, de liefde van God, is zoals een menselijke passie. Dat het is als een gevoel, een menselijk gevoel. Maar dat heeft niets te maken met een menselijk gevoel. Deze liefde, wanneer wij de Heer Jezus leerden kennen. Toen ik de Heer Jezus leerde kennen. Ik kan niet voor u praten, maar wel over mijn eigen persoonlijke ervaring. Want toen ik mij waarlijk overgaf aan de Heer Jezus en hem leerde kennen. Als eerst, voordat ik hem leerde kennen, overtuigde de Heilige Geest mij van mijn zondes. Want ik als jonge man in die tijd, ik zag mij niet als een zondaar, als een grote zondaar. Ik steel niet, ik leef niet in overspel. Ik zag mezelf niet als een grote zondaar, maar ik was wel een zondaar. En de Heilige Geest liet mij inzien dat ik een zondaar was, zelfs omdat ik jong was. En toen ik mijn zonde inzag, zag ik de hel. Ik zag de hel. Ik zag de hel. En ik wanhopig zei, mijn Heer, wie kan mij redden? Wie kan mij redden? En de Heilige Geest op dat moment toonde mij, hij presenteerde mij, hij openbaarde mij de Heer Jezus. En daar leerde ik de Heer Jezus kennen. En de Heer Jezus, hij accepteerde mij. Hij vergaf mij. En ik passioneerde mij voor hem. Ik gaf mij over aan hem. En vanaf dat moment wilde ik niet meer leven voor mijzelf. In feite, ik wilde zelfs sterven omdat ik hem niet wilde verliezen op geen enkele wijze. Ik zei tegen hem, Heer, neem mijn leven, want ik wil niet het risico lopen om u te verliezen gedurende mijn leven. Nee. Dus, wanneer wij beginnen in deze relatie met God, dan beginnen wij van de mensen te houden die hem niet kennen, die de Heer Jezus niet kennen. Dus de liefde hier, de eerste liefde verlaten, houdt simpelweg in. Stoppen te houden van de mensen die naar de hel aan het afdalen zijn. Stoppen te houden van de mensen die zelfmoord plegen. Want eenmaal dat de persoon zelfmoord pleegt, bestaat er geen uitweg meer. Er is geen oplossing meer. Dat is tenminste wat ik begrijp uit wat er geschreven staat. Dus vele mensen denken dat deze liefde, dat wanneer we praten over deze liefde, we praten over een gevoel. Maar het is niet een gevoel. Het is niet een gevoel zoals hoe de wereld het ons leert. De liefde hier gaat over iets oneindig groter. Want de liefde voor de zielen die u niet eens kent, maar u weet dat zij de behoudenis nodig hebben. U weet dat zij
De Heer Jezus nodig hebben en moeten leren kennen als hun redder. Dus op dat moment, toen ik 19 jaar oud was, werd die passie geboren in mijn binnenste voor de zielen. Voor alle mensen. Het maakt niet uit wie de persoon is. Als het een homoseksueel is, of een lesbienne, of het nu een lelijk of mooi persoon is, dik of dun, blank of donker. Het maakt niet uit. Het zijn mensen, het zijn zielen. Het zijn zielen die de behoudenis nodig hebben. Dus wanneer wij van de Heer Jezus houden, wanneer wij deze eerste liefde hebben voor de Heer Jezus, wanneer wij waarlijk van Hem houden en een ware ontmoeting met Hem hebben gehad en ons leven aan Hem toewijden, dan wilt u de anderen redden. Want deze liefde die de Heer Jezus ons toonde, daarin zien wij dat Hij zich overgaf. De Vader gaf de Zoon over, zodat er behoudenis zou zijn. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, zodat er behoudenis zij voor diegenen die in Hem geloven, dat ze niet verloren zullen gaan. Dus dit is de liefde die God voor ons heeft. De liefde om te geven. Hij gaf zijn enige Zoon voor mensen die niet eens wisten dat Hij bestond. Maar Hij hield zoveel van de mensen. Hij houdt zoveel van de zondaars. Hij houdt zoveel van diegenen die overspel plegen, de homoseksuelen. Hij houdt zoveel van de gehele mensheid, dat Hij de Heer Jezus gaf als offer voor de mensheid, om de zondes van de mensheid op zich te nemen. Hij hield van mij. Hij houdt van mij. Dit is de liefde, de eerste liefde. Die niets te maken heeft met gevoelens van het hart. Het is de liefde die zich overgeeft, die geeft, die zich toewijdt voor iets waarin u gelooft. Jezus zei, als jullie van mij houden, bewaar dan mijn woorden in u. Het heeft niets te maken met gevoelens. Diegene die van mij houdt, luistert, hoort mijn woord en praktiseert het. Dus de liefde gaat samen met gehoorzaamheid. U houdt op zo'n wijze dat u leeft, dat u zichzelf bereid stelt om zich over te geven aan God en aan de persoon van wie u houdt. Dus de Heer Jezus, Hij wil dat u, dat wij zelf deze offerande zullen zijn. En eenmaal u, ik, wij, deze levende offerande zijn voor de Heer Jezus, dan zullen wij op een natuurlijke wijze zijn werk verrichten. Dan zullen wij zijn wil verrichten, zielen redden. Dan zullen wij het werk verrichten dat Hij wil dat wij zullen verrichten. We zullen volhardend zijn. We zullen lijden omwille van Zijn naam. We zullen vervolgd worden, gehaat worden omwille van Hem. Maar zelfs zo zullen wij dit type liefde, deze relatie met God, met de Heilige Geest, niet achterlaten. We zullen niet koud worden voor niets of voor niemand in deze wereld. We zullen doorgaan. En die mensen die bijvoorbeeld met mij begonnen, ik vergeet hun niet. Mensen die met ons zijn begonnen, die trouw waren. Maar in het verloop van de tijd hebben ze het geloof verlaten, het werk verlaten, de liefde verlaten, de eerste liefde verlaten. Want de zielen verlaten aan de kant zetten om uzelf te dienen, om uw eigen leven op te bouwen. Dit is de eerste liefde verlaten. Het is dit waar de Heer Jezus hierover praat.
precies dit. Want als ik, tenminste, ik denk zo, praten over mijzelf, als ik mijn werk opgeef, dat is de mensen te brengen tot de behoudenis. Hetgeen dat God mij heeft gegeven, de begeleiding die God mij heeft gegeven, dat zonder de Heer Jezus er geen behoudenis is. Dat de mensen die sterven zonder de Heer Jezus, de tweede dood zullen meemaken. Niemand praat daarover. Niemand weet hiervan. Niemand praat over de eerste dood. De eerste dood is pijnlijk. Want wij zullen het oordeel tegemoet gaan. Maar de tweede dood is deze wanneer de persoon al veroordeeld is. En de persoon zal dan voor eeuwig lijden. Maar dit is een ander onderwerp. Maar ik wil dat u weet dat wanneer de Heer Jezus praat over u hebt uw eerste liefde verlaten, dan praat hij hierover. Want als ik bijvoorbeeld, als ik vrij zal nemen of op vakantie zal gaan en ik zeg, ik ga niets meer doen, ik ga samen met Esther reizen, we gaan genieten van onze oude dag, want we hebben ons deel gedaan, we hebben deel uitgemaakt van een glorieus werk. Maar nu wil ik rusten. Als ik dat zou doen, dan zou ik mijn Heer bedriegen. Dan zou ik mijn eerste liefde aan de kant zetten. Voor mij is het zo. Dit is mijn geloof. Mijn overtuiging. Als ik stop te prediken, het evangelie te prediken. Als ik stop de mensen te leren, de schapen te voeden, dan ben ik er zelf voor aan het zorgen dat dit woord dat de Heer Jezus zei ook voor mij zou gelden. Maar ik heb tegen u, met andere woorden, het maakt niet uit wat u heeft gedaan, u genas, u heeft wonderen verricht, u heeft zelfs vele zielen kunnen redden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. U liet het achter. U keerde uw rug naar de eerste liefde. Want ik begrijp dat u, beste vriend, beste vriendin, u representeert de Heer Jezus. Dagelijks zijn wij hier op Instagram, we zijn aan het werken, omdat ik van de Heer Jezus hou. En omdat ik van de Heer Jezus hou, hou ik van u. En omdat ik van u hou, laat ik zien, bewijs ik dat ik van de Heer Jezus hou. De pastor, de dienaar van God, hij ziet het volk als representanten van God, zoals het volk de pastor ziet als een representant van God. Dus ik zou nooit kunnen zwijgen, mezelf stil kunnen houden tegenover de behoefte die de mensen hebben om te horen over de Heer Jezus. Want hij is de enige die kan redden. Er bestaat geen ander. Er is geen andere weg. Dus de eerste liefde verlaten houdt in te stoppen uzelf over te geven als een levend, oprecht en dagelijks offer aan de Heer Jezus. Wanneer ik hier ben en een woord tot u breng, probeer iets toe te voegen in uw leven door middel van een persoonlijke ervaring, zodat u uw geestelijke waarde kunt herstellen. Het geloof dat u uw eeuwigheid met God zal garanderen, dan ben ik aan het tonen dat ik van u hou. Dit is de waarheid. En dit is de liefde, de ware liefde.
Het is geen een lied van bla bla bla. De pastor liep langs mij. Hij heeft niet eens naar mij gekeken, mij niet eens begroet. Dat heeft er niets mee te maken. Liefde houdt in. Geven wat u heeft aan degene van wie u houdt. Dus wanneer wij dit doen voor het volk, dan doen wij dit in feite voor God. Dit is de waarheid. En als wij links laten liggen te praten, te prediken, te bidden, de mensen te oriënteren, als wij daarmee stoppen, dan zijn we onze eerste liefde net verlaten. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus wat baat het grote dingen voor de Heer Jezus te doen, terwijl u aan de andere kant beetje bij beetje aan het verkoelen bent en de dingen van God links laat liggen en andere dingen begint te prioriteren, andere ambities. Want wanneer u de eerste liefde verlaat, dan plaatst u onmiddellijk uw hart in iets anders. Waar of niet? En als u de eerste liefde verlaat, is het omdat u een tweede liefde heeft omarmd. Dit is de waarheid. Vanuit een geestelijk oogpunt gezien is het dit. Wanneer de persoon het werk van God verlaat, de Heer Jezus zelf zei dat degene die zijn hand aan de ploeg zet en naar achter kijkt en vervolgens naar achter kijkt, mij niet waardig is. En wij praten hier over een kerk die werken had, die trouw was, die volhardend was, die gedisciplineerd was. Maar wat baatte dit alles dat ze aan het doen was als ze de eerste liefde hadden verlaten? Het baatte niets. Denk over uw leven. Denk aan uw leven. Ik persoonlijk geloof dat hoe meer wij geven, hoe meer ik geef, hoe meer ik zal ontvangen. Des te meer wij ons overgeven om de mensen het bewustzijn bij te brengen over de Heer Jezus, over de behoudenis. Des te meer ik mijn eigen behoudenis behoud en onderhoud. Tenminste, zo begrijp ik het. En als ik mijzelf, als ik gered wil zijn, gered wil blijven tot het eind, dan moet ik tot het einde blijven houden van de mensen. In het speciaal van diegenen die steen op ons gooien, die ons haten, die ons bekritiseren, die ons het kwade wensen. De Heer Jezus dacht niet op deze manier. Maar ze zullen mij verloochenen. Velen zullen mij verloochenen. Maar de Heer Jezus zelf zo gaf zich over, wetende dat alleen een klein aantal mensen hem zou accepteren. Maar hij gaf zich. En dit is wat de eerste liefde inhoudt. Morgen zullen wij meer praten over dit onderwerp. En zoals de heilige tekst zegt, welzalig diegene die leest en die hoort de woorden van deze profetie. Dus wij zullen meer hierover praten, zodat u welzalig zou kunnen zijn. Dat God u zegene in de naam van de Heer Jezus. Amen.